Ja, weer een zonnepaneel. Deze is flexibel. Iets kleiner dan die andere in totale oppervlakte. Nee, iets kleiner dan anderhalf keer ongeveer de oppervlakte van de andere. Deze is dus flexibel en zou wat meer rendement moeten hebben. Ja, het is met de vraag of via AliExpress dat ook echt waar gemaakt wordt. Dus dat gaan we eens uitproberen. Nou, ik zal hem even uitpakken. Deze camera heeft wat minder grote openingshoek. Het is geen groothoeklens. Dus dat is wat lastiger in beeld te brengen. Maar dit is de achterkant. En hij is heel wat flexibeler dan ik gedacht had. Kijk. Zo dus. Hij is echt super dun. Dat zal het zijn 3 mm. Dat is het wel, denk ik. En mooie bevestigingsoogjes hier. Ja, er vallen wat beschermende middelen van het paneel af. Dit is de zonkant, zeg maar. Kabels op pakband vastgemaakt. Maar hij is. Kijk, hij is echt. Buigzaam. Je kunt hem niet oprollen, dat gaat niet. Maar hij is behoorlijk flexibel, inderdaad. Ik zie mezelf spiegelen erin. Nou, niet gek in ieder geval. De gebruiksaanwijzing is een stuk dunner dan die andere, daar zat echt een boekwerkje bij. Ik pak hem erin, want op dit moment ga ik eerst die andere gebruiken en dan deze. Heel mooi.